De Vereniging van Medici in Suriname, VMS, is niet in actie en zal niet staken. Dit zei Ildemar Fakkel, ondervoorzitter van de VMS, vanmorgen op een persconferentie. Volgens Pieter Voogd, voorzitter van de VMS, zijn de medici het gedrag van het staatsziekenfonds meer dan zat. Wij onderhandelen niet meer met het SZF, want het heeft geen zin met de leiding in discussie te gaan, gaf de VMS-voorzitter aan. Volg zegt verder dat de handelingen van het SZF alleen maar vraagtekens oproepen. Op basis van de statuten van het SZF kan zij niet betalen en tegelijk dienstverlener zijn. Dat is onethisch en het is conflict of interest, benadrukt Volg. Heeft ongetwijfeld de brief gelezen die we aan de minister hebben gestuurd, waarin wij zeggen dat wij met de leiding van het SZF niet meer praten. In elk geval dit bestuur niet. Als de vereniging anders wil, dan zal er een ander bestuur moeten komen. We hebben in het verleden tot in den treuren met het SZF gepraat, zoals mijn collega Fakkel dat net heeft uitgelegd. Het ging mis. We hebben hulp gezocht bij de minister. We hebben hulp gezocht bij de raadsadviseurs. We hebben hulp gezocht bij de vicepresident. We zijn zelfs terechtgekomen bij de president. En net zoals wat mijn collega net vertelde, het SZF heeft opdracht gekregen van de minister, zelfs van de president. Je moet het resume bijvoorbeeld uitvoeren, naar de letter. Het gebeurt niet. Is het SZF machtiger dan het ministerie? Want hij hoeft het kennelijk niet te doen. Ildemar Fakkel gaf de verzekering dat alle patiënten die zich melden bij een dokter behandeld zullen worden. Niemand hoeft zich zorgen te maken. Iedereen wordt behandeld. Niemand wordt weggestuurd. We gaan niet staken. Dat doen we niet. Het enige wat we gaan doen is uitleggen dat vanwege budgettaire problemen wij genoodzaakt zijn om voor het SZF te gaan budgetteren. Oftewel de selectie te maken hoe, op welke manier en wanneer we de vervolgbehandeling gaan instellen. Over wat dat precies inhoudt, daar zijn we nog mee bezig. Omdat we vooral de nadruk willen leggen op het probleem, maar niet nog meer problemen willen krijgen met patiënten. We willen patiënten helpen, we willen ze niet zieker maken. Dus het concrete wat de actie inhoudt, ik vind het nog steeds een vervelend woord, dat kunnen we nu nog niet delen. Maar de gedachtegang heb ik net uitgelegd. Nou, tot nu toe zijn de meningsverschillen met de overige verzekeraars zodanig geweest dat ze oplosbaar waren. Dus alleen SZF is het probleem? Ja. Ja, voor 80% van de bevolking. Ildemar Fakkel, ondervoorzitter van de Vereniging van Medici in Suriname. Hij zei vanmorgen op een persconferentie dat de artsen niet in actie zijn en dat niemand staakt. De persconferentie is gehouden in het gebouw van de VMS aan de Picornistraat.